Veel belangstelling in Avenhoren voor de benefietwedstrijd voor de 2-jarige Nathaniel uit Medemblik. De peuter heeft het zeldzame neuroblastoomkanker. Ja, hij heeft nu hier in Nederland alles achter de rug. Hij was na de bestraling was hij wel nog wel ziek, maar gelukkig gaat het elke dag een stukje beter. De behandeling van 6 maanden in de Verenigde Staten brengt de overlevingskans van Nathaniel van 20% naar 40%. En veel is nog onduidelijk. Het zijn wel kuren wie die krijgt, dus dat weet ik wel. En dat het heel zwaar zal zijn, dat weten we ook, maar echt precies hoeveel dagen het is. En ja, dat weten we allemaal nog niet, dat horen we pas in het ziekenhuis. De kosten, zo'n 100.000 euro, zijn opgebracht door vele acties, zoals deze benefietwedstrijd. Ja, dat is gewoon zo hartverwarmend dat ze zo voor je kind alles organiseren. Dat ze je toch willen helpen om naar Amerika te komen. Het is gewoon geweldig. Ja, die kleine jongen waar het om gaat, die een vreselijke ziekte heeft. En ja, geholpen kan worden als er geld wordt opgehaald. Dus eigenlijk zijn leven gespaard kan worden, ja. Dan moet je gewoon komen. Nathaniel zelf speelt voorlopig het liefst. Half juli vertrekt hij naar Amerika.